kunnen beter zeggen wie er niet meedoen, want dan zijn we eerder klaar. We hebben een geweldig deelnemersveld. Bij de dames hebben we Kiki Bertens en Arangsta Rus, dus de nummer 1 en 2 van Nederland. En bij de heren hebben we Robin Hazen, Igor Seisling, Timo de Bakker, wat ook een grote naam is in tennis in Nederland, die ook weer spelen. Dus dat zijn de eerste drie van de ranglijst in Nederland. Dus heel erg tevreden met deelnemersveld. Ja, val me gelijk op dat het één naam niet is. Michelle Krajicek, is dat de aderlating? Ja, tuurlijk. Dat is een aderlating. Nogmaals, ik ben heel erg blij dat de rest er wel allemaal is. Dus zeker als er twee of drie wegvallen, dan kan je denk ik echt spreken van een aderlating. En nu is het wel een gemis. Misha is een grote naam in Nederland en een geweldige speelster. 2 jaar geleden nog winnares hier. Dat leek toen een revival van haar korte carrière nog. Maar in het begin zo goed gedaan, daarna even weggevallen en daarna ging weer heel goed. Ja, die heeft fysieke ongemakken. Wat ze precies heeft, weet ik niet. Maar ze is in ieder geval niet in staat om hier over 2 weken te spelen. En dat is jammer. Dat is jammer voor ons. Maar in de eerste plaats vooral voor Misha. Ja, dat werkt misschien ook een beetje door in mentale opzicht. Zou dat ook een reden kunnen zijn dat zij hier niet gaat spelen? Ja, ik denk niet dat wij in de positie zijn om daarover te oordelen. Nogmaals, ik weet niet meer wat er aan de hand is. Ik weet dat ze natuurlijk hartkwalen heeft gehad. Ze heeft daarin ook niet zelf echt gezegd wat er precies aan de hand was. We kunnen hier wel gaan gissen, maar ik heb contact gehad met Misha. En die zegt dat ze niet fit genoeg is om te spelen. Een maand geleden had ze nog hele goede hoop, was ze weer behoorlijk aan het trainen. En dacht ze het te kunnen halen. Blijkt niet zo te zijn. Heel jammer. Ja, dan gaan we nog even terug naar de nummer 1 geplaatst bij de mannen, Robin Haas. Is het zeker dat hij komt? Ja, hij heeft zelf aangegeven dat het 90% zeker is dat hij speelt. Hij heeft een nieuwe coach in de hand genomen, Spanjaard Marcos Goris. En het kan zijn dat zij samen nog andere plannen maken. Nu is het daar wat laat voor, want de tennissers zijn eigenlijk allemaal al in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dus Robin heeft zijn voorbereiding in principe al gepland. En die bestaat uit trainen in Almere en daarna wat wedstrijdritme opdoen bij de Masters. Ja, mocht het zo zijn dat Marcos Goris morgen Robin belt of tegen hem zegt van hey, luister, ik vind het een beter plan om 3 weken nog in Barcelona te gaan trainen op hardcourt. Dan zou dat misschien kunnen dat het zo gaat. Maar nogmaals, Robin heeft de intentie uitgesproken om te spelen. En ik verwacht dat hij er gewoon bij gaat zijn. Ja, ik denk wel dat het verschil heel groot is dat Robin er wel bij is. Ja, absoluut. Waar we het net ook al even over hadden. Het is heel erg vervelend dat Misha er niet is. Maar ja, daar staat tegenover dat denk dat we in Nederland kunnen spreken van 6 grote tennisnamen. En ja, van die 6 grote tennisnamen hebben we er 5. Dus heel erg belangrijk dat de rest er wel is voor ons. Ja, zo'n evenement staat en valt natuurlijk ook met die grote namen. Als je dan kijkt, hè, je hebt natuurlijk veel tennisliefhebbers. Je hebt ook een hele rij die er een beetje net achter staat. Ja. Die komen waarschijnlijk bijvoorbeeld wel naar het ABN AMRO in februari kijken en niet hier. Ja. Hoe probeer je dat verschil te verkleinen? Ja, weet je, dat is natuurlijk... zij hebben zo'n geweldig groot evenement daar zo en... Ja, als je op straat gaat vragen wie Rafael Nadal of Roger Federer is, ja, dan krijg je over het algemeen weet iedereen wel dat het een tennisser is. En ik denk dat Robin Hazen, Timo de Bakker, Arangsta Rus, Kiki Bertens, dat zijn onze grote namen. Alleen precies wat je net al aangaf, tennis in Nederland kent ze. Maar die categorie die daaronder zit en die heel af en toe wel eens tennis kijkt, die hebben ze misschien vandaan wel eens voorbij zien komen. Maar ja, die heeft dan niet zoiets van, goh, we gaan in het topsportcentrum gaan we tennis kijken. En wij gaan er van alles aan doen, zoveel mogelijk kenbaarheid aan geven om die mensen toch te overtuigen om hierheen te komen. Want er wordt gewoon geweldig getennist in die week. Ja, om nog even te kijken naar die namen. Is er misschien een van die namen dat je denkt van, die zou die status wel kunnen behalen? Nou ja, sterker nog, ik denk dat de 5 spelers die hier zijn... dat die allemaal nog progressie kunnen boeken. Nou ja, Kiki Bertens die dit jaar een fantastische progressie geboekt heeft. Dus van pak een B200 naar een ranking van rond de 60. Nou ja, dan kan je spreken van een geweldig jaar. Ik denk ook dat zij daarin echt nog stappen kan maken. Dat blijkt ook wel als je in 1 jaar zo hard gaat. Nou ja, Arangsta Rus kan dat ook absoluut nog. Weet je? Die blijft nu een tijdje hangen, zo rond 60, 70. Maar daar zit ook gewoon nog meer in. En zeker onze 3 heren. Igor Seisling heeft een geweldig seizoen gehad. Ook van 150 naar een plek van rond de 65. Ja, daar verwacht je toch van dat er meer kan. Timo de Bakker, ja, daar kan alles. Daar kan alles. Zowel de goede kant als de wat mindere kant op. Nou, Robin Haas is een geweldige prof die dit jaar zijn ranking heeft geconsolideerd. Zal voor een aantal van ons zal dat teleurstellend zijn. Omdat hij de jaren daarvoor zo verschrikkelijk hard ging.
Maar ja, hij is niet gezakt. En Robin zal er alles aan doen om volgend jaar weer een stap te maken. En ik ben ervan overtuigd dat hij ook in ieder geval wel richting top 30 kan. Ja, die namen gaan dus onderling dan ook met elkaar strijden. Van 11 tot 15 december. Is het niet jammer dat het toch volledig dat het niet in het weekend wordt gespeeld? En ik denk dat dat meer mensen zou kunnen trekken. Ja, als je kijkt naar vorig jaar ook geëindigd op zaterdag. Dat heeft puur en alleen te maken met de thuiswedstrijd van Feyenoord op zondag. Dan is het gewoon verschrikkelijk moeilijk om hier zo natuurlijk parkeerplaats staan helemaal vol. Soms denken mensen dat ik dat zelf regel omdat ik dan op zondag voetbal kan kijken. Maar ik ben ook wel zo professioneel als toernooidirecteur dat ik gewoon lekker op zondag hier zo tennis zou willen hebben. Om hier zoveel mogelijk mensen in de hal te krijgen. Dus ja, weet je, wij gaan kijken naar mogelijkheden. Maar ja, het voetbal neemt nou eenmaal gewoon plek nummer 1 in Nederland. En die hebben het als eerste voor het zeggen wat betreft het schema. En hopelijk hebben we volgend jaar een week waarin we zaterdag en zondag hebben. Want dan zouden we misschien wel naar 2 keer uitverkocht hier kunnen gaan. Ja, het is heel lastig plannen. Hè? Je zegt het eigenlijk zelf al met voetbal en andere evenementen. Ja. Als je dat even allemaal buiten beschouwing laat, is het dan de meest gelukkige periode om nu dat evenement te gaan doen? Ja, ideaal gezien kan je misschien nog iets meer opschuiven naar de kerst. En dat heeft gewoon te maken met de voorbereiding van de spelers op het nieuwe seizoen. Die zijn over het algemeen eind november, begin december zijn ze bezig met fysiek aan het opbouwen voor het nieuwe seizoen. En dan gaan ze eigenlijk tweede week van december gaan ze naar tennissen gaan ze oppikken. Dan tennissen ze 2,5 week en dan vertrekken ze richting Australië. Ja, wij zitten nu vrij vroeg in die tennisperiode. Dus ja, als we daarin nog vroeger zouden gaan, dan heb je kans dat spelers zeggen van hey, luister, past gewoon niet in mijn schema. Ik ben fysiek aan het voorbereiden. En je kan je voorstellen als je fysiek een basis wil leggen, dat wedstrijden daar dan juist niet in passen. En als je in het tennisstuk zit, en zeker naar je vertrekpunt toe, ja, dan wil je juist wedstrijden spelen. Dus daarom gaan we kijken of we het nog iets later kunnen krijgen. Nou, dit jaar gaat het in ieder geval van 11 tot 15 december plaatsvinden. Ik ga je heel veel plezier wensen. Oké, hartstikke bedankt.